morgen. Oh, het is 6:55 in de ochtend. Ik ben moe. Ik ben nog tot rond 1 uur wakker gebleven of zo. Dat had ik beter niet gedaan. Dus ik voel me echt moe. Ik heb wel lekker geslapen. Ik ben hier wel rond 5 uur wakker geweest. Ik dacht van shit, ik ga boven slapen. Maar ik ben gewoon wakker geworden. Dus ik ga me nu opmaken. Zo, het is ondertussen 6:58. Ja, 6:58 zeg ik het gewoon zo stijf. Ik heb nog snel wat nagellak over mijn nagels heen gegooid. De Essence Nail Polish Jeans Sugar. Maar de naam is eigenlijk 7 Blue Jeans. Maar het is Jeans Sugar Effect. Ja, mijn look van vandaag is een beetje dark uitgevallen. En jullie weten die rode streep die ik had, dat lijkt nu een soort mini korstje zijn opgekomen. En ik weet niet of je het op camera ziet, maar op de plek als ik er make-up over zou doen, dan ging het niet echt. Maar goed. Ja, ik heb nu nog een goede 5 minuutjes om te vertrekken. Niet dat de bus zo ver lopen is, de bus een kleine 5 minuutjes lopen nog niet. Maar het kutte is dat die bus altijd vroeger durft te zijn, 's ochtends. En de volgende is pas om 20:30, maar ik moet om 20:30 op mijn werk zijn. Dus dat betekent dat ik pas om 20:55 daar ben. En, oh. En, ik vind dat niet zo erg, maar ja. En ik word gebeld door Sint. Die denkt dat ik niet slaap. Hey allemaal, ik ben weer thuis. Het is 2:10. Ik ben net klaar met werken. Het was een best wel drukke dag. Gewoon altijd aan bezig geweest. Ik heb echt voetpijn. Vanmorgen was de bus te laat. En wat hij vanmorgen te laat was, dat was hij nu te vroeg. Dus ja. En het is echt kut weer buiten nu. Hoe mooi deze week was, hoe grijs is het nu. Echt. Het heeft al geregend. Daarstraks. Echt bijna de hele morgen heeft het gemiezerd. Maar het is buiten super warm. Het is echt zo'n tropisch klimaat van de plak weer, noem ik dat. Kijk, als ik zweet, maar het is eigenlijk niet warm. En daarom nu even omgekleed weer, mijn shortje aan. Ik heb wat boodschapjes gedaan, die ga ik nu uitpakken. En dat die is helemaal alleen geweest. Ja, ga je mee kippen wit eten? Kom. Ik ga nu iets eten, ik ga me volvallig warm maken, want ik heb superveel honger. Eigenlijk al sinds vanmorgen. Dat is echt heel slecht van mij, maar ik ga altijd zonder eten naar mijn werk. Ja, jullie mogen me daarvoor in de comments helemaal afstraffen, want ik weet dat dat echt niet goed is. Maar ik doe het, sorry. Het is niet dat ik geen tijd heb. Ik heb geen tijd, maar ik heb wel tijd. Ik kan vroeger opstaan, maar de zin is er niet om echt 10 minuten vroeger op te staan en dan aan een tafel te gaan ontbijten en dit en dat. Dat wil ik gewoon niet. Dus ik doe dat niet. Maar ja, als ik dan op mijn werk sta, begin ik honger te krijgen. Als ik die broodjes en die koeken soms ruik, dan denk ik, oh, give it to me, ik heb honger. Maar nee, ik doe het niet, sorry, ik zou het moeten doen. Maar goed, da-da-da-da-da. Ik ga het allemaal wegbergen en dan eten. Eeuw. What happened with you? Cheese. Die gaan we niet meer opeten, hè? Nee. Ja, volgende microscoop over. En Dottie is aan het genieten van lekkere kippenweet. Is het lekker, vriend? Ja. Oh, mama had het laten staan, dus dan heb ik zoiets van, ik geef het gewoon aan Dottie, want ik ga het niet weggooien als hij het kan eten. Goed. Wat ga ik? Oh ja, ik ging editen vanmiddag. Never mind. Hey allemaal, ik zit intussen aan mijn computer. Wacht, even zo draaien. De beelden van gisteren staan allemaal hierin en die ga ik bewerken. En ja, dat gaat even duren. Ik heb 1/2 uur aan mijn beeldmateriaal, dus top. Ik weet niet hoe ik het altijd doe. Maar tot zo. Ziezo, de eerste vlog die staat erop. Daar ben ik blij om. Ik kan beginnen produceren, want zo heet dat. Kijk, dan ga ik. Ik heb het al vaker gedaan, denk ik. Maar dan ga ik dus naar mijn bewerkingsprogramma beter film opslaan. YouTube HD voor YouTube. Volgende vlog. Maandag is dit. En dan aanmaken. En dan moet ik altijd het watermerk aanklikken, jammer genoeg. Nou, als hij klaar is, mag de toepassing gewoon afgesloten worden. Als ik hem nog kan aanklikken. Hij is 16 minuten lang geworden, jongens. De eerste wat op zich meevalt voor een vlog.
Maar nu moet je kijken naar de tijd dat hij moet bewerken. Het is echt om en bij de 4-5 uur of zo. Goed, wat ga ik ondertussen doen? Ik weet het niet. Iets leuks met zitten of zo. Of een beetje rusten. Want ik heb best wel last in mijn benen. Waar komt het? Wee. Oh, helemaal. Ik was een beetje in slaap gevallen. Het is ondertussen 8 uur. Ik kijk familie. Ik ga zo meteen naar de woonkamer. Ik moet ook nog eten en zo. Dus. Maar ik vind het zo fucked up als ik niet gepland heb om in slaap te vallen en het dan wel te hebben. Maar ja, ik lag al. Het is mijn eigen schuld. Ik lag neer. Ik was moe. De tv was aan. Ik had gegeten. En dan. Hoe lang heb ik eigenlijk geslapen? Wacht even kijken. Ik heb nog om 6:20 met Zit geappt. Dus ik heb ook maar een goed 1,5 uur geslapen. Maar het voelt echt alsof ik de hele middag hier in coma lag. Echt. Maar goed. Het gaat goed allemaal. Maar ja, het is een beetje jammer vanavond. Het is nog niet heel laat. Vanavond is tv-avond. Het is dinsdag. Dus er is VTM. Er is mijn pop-up. En er is Songfestival. Maar ik haat het Songfestival. Dus ik ga niet naar het Songfestival kijken. En die haat is er gekomen door het jaar heen. Niet dat ik het al heel mijn leven had. Mijn make-up zit echt awful volgens mij. Ik vind het niet opletten. Maar het Songfestival ben ik niet zomaar in één keer. Jawel, eigenlijk wel. Ben ik in één keer maar gaan haten. Gewoon ineens kwam het besef van Songfestival is eigenlijk fucked up. En elk jaar hetzelfde. En altijd dezelfde landen die winnen. En het is echt fucked up. Maar goed, dat is dus vanavond de preselectie. Dus donderdag nog een preselectie en zaterdag is de grote finale. Echt. Oh. Dan zijn we er voor een jaar vanaf. Ja. Yeah. Het ziet eruit als een ontbijt, maar het is mijn avondeten. Smakelijk! Mensen, ik weet niet of het op cam ziet zelfs, maar ik wou net even mijn bord wegzetten en het is echt niet normaal hard aan het regenen. Echt. Dit is echt typisch België en Nederland en alle shit waar alle seizoenen mogelijk zijn in één week. Maar ja. Mijn eitje was super lekker trouwens. Echt, ik had spijt. Ik dacht, ik doe maar 2 eieren door. Of eitjes beter. Want meestal heb ik altijd veel te veel. En gooi ik eigenlijk nog een deel weg. Maar nu dacht ik van, oh, ik vind het jammer dat ik niet meer had. Echt. Maar goed. En ik zou eigenlijk moeten afwassen. Ik denk dat ik dat doe naar mijn poppen. Dat is nu op tv. Dat ik eventjes hier deze afwas doe. Als mama nu thuis gekomen, die vermoorden. Omdat er zoveel afwas staat. Maar ik haat afwassen, sorry. Als ik echt één rotklus moet bedenken, dan is het wel afwassen. Maar goed. Hey allemaal, het is intussen 11:15. Als je iets op de achtergrond hoort, het zit niet via FaceTime. We hebben net samen een soort van songfestival gekeken. Ik heb het niet allemaal gekeken, maar het belangrijkste is Nederland is door. Yay! Ik vind het songfestival echt niet meer leuk, sorry. Ik heb het al kort uitgelegd. Vroeger was ik binnen werkdag, zelfs als vandaag. 7:30 tot 13:30. 2 uur de bus naar huis. Het is morgen woensdag, dus het is volgens mij best druk op de bus. En de kans is groot dat de bus pas om 14:45 komt. Ik hoop het niet. Maar de kans zit erin. Maar goed. Komt goed. Eventjes er doorheen zetten en dan ben ik 2 dagjes thuis. Dus ik moet niet klagen. Morgen gewoon even doorzetten en dan komt helemaal goed. Ja, ik ga de vlog voor vandaag afsluiten. Ik denk niet dat er nog echt iets heel speciaal gaat gebeuren ofzo. Als dat wel het geval is, dat hij me nog terug. Maar ik zeg alvast bedankt voor het kijken. Tot morgen vroeg. Goedemorgen. Het is alweer woensdag, jongens. Oh, de tijd gaat zo snel. What's wrong? Het is 5:30 geworden.
betekent dat ik over een uurtje aan het werk ben. Maar nu moet ik meer snel opmaken. Het is een beetje later dan gisteren. Echt, ik had moeite met het bed komen. We halen het wel. Ik ga ook een paar minuutjes later vertrekken. Omdat ik toch op tijd wakker was. Hallo. Nee, omdat ik op tijd gisteren bij de bus was. En dat was oké. Dat was iets later. Dus ik ga geen risico's nemen, maar toch wel een paar minuutjes later vertrekken. Want ik heb de andere bus die naar het station ging nog gezien gistermorgen. Dus dat betekent dat je best wel vroeg bent. Dus vandaag ietsjes later. Komt goed. Ik ben klaar, alleen mijn haar nog doen. En jullie hebben misschien al gemerkt wat de fuck voor een disaster is je haar. En yep, jullie hebben gelijk. Maar het is met een reden dat het nog een beetje disaster is. Want ik probeer het een beetje te bewaren tot borstel pakken. Ja, ik probeer mijn haar een beetje te bewaren voor zondag. Dus wat betekent dat ik het nu nog niet was en dan zaterdag voor ik ga werken zal ik het wel eventjes wassen. Het is niet de bedoeling dat het nog blijft tot volgende week of zo ergens, maar... Ik was mijn haar pas één keer per week meer. En zondag ga ik ergens heen. Nu denk ik, hè? Wat? Zondag? Ergens heen? Daar wist ik niks van. Ja, dat klopt. Maar dat vertel ik zaterdag of zondag wel. Het is nog een beetje verrassing. Maar dus, ik vind het dan een beetje onnozel om nu al mijn haar te gaan beginnen wassen en dingen mee te gaan doen die nu moeten. Maar ja, daarom ziet het er een beetje slecht uit. Excuses for that. Moet jullie op mijn... vieze haardos moet kijken de hele tijd. Maar het heeft een reden. Maar kijk, als het gewoon zo in een staartje zit, dan valt het niet eens op. Het is niet dat je er een soeboeion van kan trekken of zo. Mijn vissen maken weer tuimelingen, wat fuck. Maar goed, het is intussen 7:10 geworden. Ik ben echt snel vandaag. Serieus. Gisteren was ik nog bezig met mijn make-up en ik ben er vroeger aan begonnen. Be like, wow. Ik ga het even in mijn haar steken, want ik voelde dat gisteren ook de hele tijd los zitten in mijn nek. En daar word ik een beetje kriebelachtig van. Als ik dat in mijn nek zo voelde de hele tijd. Even een snelle tip voor de mensen met een iPhone. Kijk, als ik nu ga werken, doe ik energiebesparingmodus aan. En dan krijgt je batterij zo'n geel tekentje. En hij gaat serieus langer mee dan de... Ik heb de iPhone 6 en hij gaat sowieso al langer mee qua batterij. Maar als je bij dus instellingen... Ik weet niet of je het zelf ziet op camera nu. Batterij. En dan kan je hier energiebesparingmodus aandoen. En dat helpt. Want dan worden... je apps worden allemaal uitgeschakeld dat ze op de achtergrond refreshen. Alle onnodige dingen die je iPhone anders wel doet, doet hij niet. Tenzij je hem openmaakt. Als hij zeg maar vergrendeld is, dan staat hij echt op een soort vliegtuigstand. Met nog een beetje wifi gebruik erbij, maar dat is het ook. Dus ja, dat is echt wel een aanrader. Doen. Oké, okay, maar het is 7:00 geworden. Ik ga me... klaarmaken. Ik ben al klaar. Gewoon mijn jas aandoen eigenlijk. En mijn oortjes inplukken en zo. En dat die dag zeggen. Ja. Heb je lekker geslapen, vriend? En ja, dat die heeft al eten gehaald ook. Want die stond om 6:30 al meteen paraat. Hij had denk ik in de zetel geslapen. Hij stond gelijk hier bij de kamer. En te mouwen. En te dit en dat. En dan... lukt hij serieus even van zijn eten en dan laat hij het staan. Maar goed. Visjes, jullie hebben ook al eten gekregen. En jullie moeten echt morgen verschoond worden of zo weer. Echt. Ik denk dat het ook
invloed heeft, zeg maar het weer, dat ook invloed heeft op de kwaliteit van het water, want het is echt nog sneller vies dan anders. Maar ja, komt goed. Ja, tot straks. Wish me luck en bye bye. Oh, hoi allemaal. Wow. Het is 2:30 en ik ben eindelijk thuis. Echt. De kutbus was vet laat vandaag. Ik zei het nog vanmorgen. Zo vroeg als die gisteren was, gaat die vandaag laat zijn, want het is woensdag. En kijk, I'm right. Maar goed, even mijn jas ophangen. Zo. Oh, ik heb gewerkt. Het was best een op zich chille dag. Maar toch wel wat dingen gedaan. Ik heb weer wat boodschapjes mee. Oh my god, mijn aardbeien zijn weer geplet. Echt. Ik moet echt iets anders verzinnen voor die aardbeien. Hey. Hallo. Ja. Dat hij denkt, oh no, nu ben je 2 dagen thuis. Dat kan niet. Ja, het kan wel, vriend. Oeps. Hier ben ik weer. De saus is klaar, zo goed als. Staat nog eventjes een beetje zo het laatste moment in te koken. Weet je dat het vuur wel uit is, maar kijk. Oeh. Lekker, lekker, lekker. Wow. Alles bedankt. Mijn bril, de camera volgens mij. Maar goed. De saus is klaar. Ik heb gegeten. Ik heb echt ongezond gegeten. Aardbeien met slagroom. Sorry. Maar ja, weet je, ik denk, mama is op verlof. Die eet ook gewoon ongezond. Dus ik mag ook ongezond eten. Boeien. Ik vind het knap dat ik nog geen frietjes heb gegeten van deze week. Echt. Het was woensdag, maar ik vind het knap. Oké, ik twijfel om een beetje mijn bad te gaan zitten. Maar de wind is toch vrij koud. Dus ik weet het niet. Ik ga zien wat ik doe. Maar ik ga wel even bedden. Bye! Hier ben ik weer. Het is intussen een paar uur later. Het is nu 6:00. 5:55. En kijk, het wordt echt zo bewolkt buiten. En de wind steekt op. En volgens mij gaat het onweer. Toppie, ze hebben onweer voorspeld. Maar ja, het komt eraan. En ik hoop dat het niet te heftig is, want daar hou ik niet echt van. Maar goed. Ik heb gekookt. Ik heb gegeten al. En het zie je ook aan mijn kleding. Echt, kijk, wauw. Ik zit onder de vlekken. En zo meteen komt om 8:00 komt Vele. Dat is een vrouw die ik haar af en toe een keertje doe. En die komt straks ook. Ja. Dus dat moet ik even doen. En verder. Ja. Verder ga ik genieten van de avond. Ik weet niet of er iets op tv is vanavond. Maar het komt helemaal goed. En ja, ook al beginnen met deze vlog te editen, want dit is de vlog voor dinsdag. Woensdag en dinsdag samengepropt in één vlog. Wordt de dinsdagvlog die jullie nu aan het kijken zijn. Dus ja. Ik ga appen met Zit en FaceTimen. Hi. Hi. Ja. Ja. Say something. Welkom bij de vlog. Het is het einde. Het is 11:30. De vlog is gedaan. Nou. Welkom. Nou. Crazy. Moeten jullie liken? Of heb je dat al gedaan? Dat moet je nu doen als je nog niet hebt. Ja. Oké, sorry. Je zoomt in. Maar ja, je moet liken op deze video. Ja. Moet je dat doen? Ja. Nog een speciale boodschap. Voor ik uitdruk. Slaap lekker. Ja. Doei. Lekker slapen. En van de vlog vandaag alweer. Wat heb ik nog gedaan? Ik heb weer les haar gedaan, dat had ik verteld. En ik heb afgewassen. Ik heb de feestjes weer verschoond. Ja. We zijn echt super blij als hun water verschoond is. Maar goed. Oké, verder zie ik er niet uit. Ik ga mijn oorbellen en zo uit doen. Ik heb nog een beetje make-up op zitten. Ik heb het er gewoon afgehaald hoor. Het is niet van te slapen. Zo, want ik heb geslapen net ook. Dat heb ik niet eens verteld dat ik weer een uurtje of zo in slaap ben gevallen.
Gelukkig belde Sid me eigenlijk wakker, want het was 7:10 en om 8:00 kwam Velen. Dus eventjes. Oeps. Maar goed. Morgen donderdag, ik ben vrij. Ik ga een beetje uitslapen, maar ik probeer niet te veel. Ik heb een drukke dag. Ik wil wat opnames doen en ik wil wat opruimen nog. Of, ja, ik zeg altijd opruimen, maar ik weet niet wat ik ga opruimen. Slecht. Maar ja, en ik moet de krant ook uit de brievenbus halen en zo. En mama zei van ja, nooit te laat de krant uit de bus halen, want anders is ze misschien weg. Maar goed. Ja, dat was het voor vandaag en voor de vlog van deze keer. Bedankt voor het kijken en tot morgen!